deze trap lopen. Jongens, dit zijn van die. Dit zijn helemaal geen trailers, dat is de trap, hè? Tjonge, jongen. Ah. Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. Het is de volgende dag. Het is best wel fris. Het is 0 graden. Maar ik ben wel. Oh, mijn dingetje zit in de weg. Irritant. Het is echt heerlijk weer zoals je ziet. Zonnetje schijnt. Echt fucking chill. En ik ben lekker vannacht blijven slapen bij Joost en Willem. Vooral bij Joost, want het is Joost in huis samen met Aniek. Zijn is mijn neef en zijn vriendin. Misschien vrouw. Ik weet niet precies hoe het zit nu. Maar in ieder geval, hartstikke gezellig. Ik ben nu lekker onderweg naar huis. Richting Tilburg aan het gaan. Ik heb afgesproken met Kimmy om even lekker foto's te gaan maken zometeen om 11:30. Dus dat ga ik nu doen. En ik heb tering en honger, dus ik denk dat ik eventjes Mackie ga pakken ofzo. Ik heb er heel veel zin in. Ja, moet ook gebeuren. Zo. Het is ook wel echt mooi zonnig. Het is echt mooi zonnig. Nou jongens, even lekker een soort van ontbijt. eerste drankje van de dag weer samen met Kimmy. Oh man. En voor de mensen die het nog niet hadden gezien hiervoor, ik voel me niet heel erg lekker op dit moment. Ik voel me redelijk fit, maar ik weet wel dat ik genoeg alcohol op heb gisteren, dus het wordt pittig. En die zon helpt ook niet heel erg mee, die maakt me nog moer. Ze zijn foto's te maken van zichzelf, met een statief, bij de lokaal. Superleuk. Grappig. We komen net terug van de lokaal en het was echt wel heel tof binnen. We zagen ook nog van die meisjes die natuurlijk lekker foto's te maken zijn. Heel leuk is dat om al te zien. Die dan een beetje van die Instagram selfies, fotootjes gaan posten en zo. Dus we gaan zo meteen nog even opzoeken, of in ieder geval dat was wel het plan. We gaan even opzoeken of zij misschien de locatie hebben gebruikt. Kunnen we die foto's nog zien. Maar we lopen nu lekker terug naar het station. Want ik moet vanavond natuurlijk, zoals elke zondag, misschien wisten jullie niet eens dat het zondag was thuis, weer werken. Lekker om 4 uur, we beginnen 12:30 weer klaar. Edmond, broeder! Hey! Hey! Lekker maat, jij bent afgestudeerd toch? Ik wel. Ja, ik wel. Ja, ik niet. Maar fuck ja, meteen zo teerleien. Oh, heerlijk. Ja. Allemaal klasgenoten van NTV bij elkaar. Holy shit. Hey, hey, hey. Weet de opnameknop gewoon te vinden? Ja. Lekker gietje. Ik weet nog niet meer of je moet inzoomen. Je hebt het met de vorige keer uitgelegd. Nee, dat is de focus. Ja. Oké, maar waarom kan ik draaien dan? Ja. Wel dit. Maar de andere ring. Eigenlijk heb je 2 ringen. Mm-hmm. Ja. Beste reizigers. Kut, sorry. Maar wel lekker een frietje als ontbijt. 13:24. Dat is een fout, hè. Kut, sorry. Dat is niet eens de bedoeling. Dat frietje lijkt ook eens groot. Hij is ook fucking groot. Dit is mijn telefoon. Mijn telefoon is echt groot. Man, man, man. Maar Kimmy. Jij eet echt zo als je zo, ik heb je nog nooit zo sereen gezien op beeld. Nee? Zo in mijn element. Ja. Ja, klopt. Dat is wel inderdaad. Als ik echt dingen aan het bekijken ben of zo, echt mee bezig, denk ik. Oh ja, ik zal het op Instagram video gestuurd. Oh. Ja, later, pik. Dat is echt de volgende mountainbike vlog. En dan een zieke trail. En zoals ik u straks al aangaf, ik moet zo meteen gaan werken. Dus ik ga even omkleden. En zo zijn we omgekleed. Ik moet alleen even mijn haartje doen. En dan kan ik lekker gaan werken. Dus ik zie jullie vanavond als ik weer terug ben. Het is de volgende dag. Jazeker. Ik ben het weer eens vergeten de vlog af te sluiten. Supergoed Bas. Ik wil jullie bedanken voor het kijken in ieder geval. Ik heb lekker gewerkt. Ik heb vandaag ook lekker de hele dag gewerkt. En dat zien jullie morgen in de video. Nu is het laatste shot wat jullie net hebben gezien. En dan zeg ik voor nu. Houdoe en tot morgen.